Hoe kan een virtuele wereld je van hoogtevrees afhelpen? Dit is de Universiteit van Nederland. Ik wilde met een stunt beginnen. Dus ik heb een beetje op internet rondgekeken en ik kwam één stunt tegen. Er was een man die had een appel in zijn mond en die ging de plakjes vanaf zagen met een kettingzaag. Nou, ik dacht, dat lijkt me wel spannend, dat gaan we doen. Dus, let even op. Het kan een beetje smerig worden, maar goed. Ik doe alvast de appel in mijn mond, maar jullie snappen het idee? Ik ga er plakjes vanaf zagen. Ja. Nou, dames en heren, dat durf ik natuurlijk van geen meter, hè. Kom op. Ik ga eerst dat ding van me af zien te krijgen. Wie wil mijn kettingzaag even lenen? Hij is trouwens van mijn schoonvader. Wat gebeurde nou? Ik werd eigenlijk bang. Ik ben te bang om dit te doen. En eigenlijk is het eigenlijk goed. Angst is goed. Het houdt me tegen om stomme dingen te doen. Ik vermoed dat jullie mee eens zijn. Proberen hier ter plekke een appel uit mijn mond te zagen is niet echt slim. Dus angst houdt je tegen om gevaar te nemen die misschien heel gevaarlijk voor je kan zijn. Maar voor sommige mensen is angst eigenlijk niet meer prettig. Is het niet meer makkelijk om te functioneren in het dagelijks leven. Neem iemand met hoogtevrees. En we nemen een goede vriend van mij, fictief natuurlijk, Henk. Stel voor, Henk heeft hoogtevrees. Nou, eerste keer dat Henk op het trappetje moet, leert hij twee dingen. Hij gaat op dat trappetje en hij staat boven dat trappetje en hij wordt bang. En hij denkt, dit vind ik niet leuk, trappetje af. En de angst gaat weg. Nu heeft Henk twee dingen geleerd. De eerste ding heeft hij geleerd is, als ik trappetjes op ga, dan word ik bang. De tweede ding wat hij geleerd heeft, als ik dat juist niet doe, ga weg van trappetjes, ga mijn angst weg. Nou was het niet zo erg voor Henk als hij alleen dat trappetje bang voor was. Maar Henk die gaat het generaliseren. Andere ladders durft hij niet op. Hij durft misschien geen gebouwen meer in. En stel nou voor dat Henk op een heel hoog flatgebouw werkt. Dan durft hij straks misschien geen eens meer te werken. Nou, dat is toch wel een probleem voor Henk. Nou, wat kan je er nou aan gaan doen? Nou, als je kijkt naar de behandelingsvorm, doen ze eigenlijk precies het tegenovergestelde. Dan gaan ze mensen eigenlijk confronteren met hun angst. Mensen worden blootgesteld en dan leren ze, als je dat maar lang genoeg doet, dat die angst vanzelf weggaat. Nou, dan kan je denken van nou, dat zijn zeker vreemde mensen. Niet zoveel mensen die die angst en die fobieën hebben. Maar als je kijkt naar het Trimbos Instituut, dan hebben ze het ongeveer over 20% van de Nederlandse bevolking gedurende hun leven ontwikkelen een angststoornis. Dus als ik even 5 mensen hier op een rij zou zetten, dan zou ik eentje aan kunnen wijzen, moet je maar denken, die een angststoornis krijgen. Dat is best wel veel mensen. Nou, hoe werkt dat nou eigenlijk in de hersens met angst? Nou, stel je voor, ik ben bang voor spinnen, ik zie een spin. Door de oogjes. Thalamus, en daar gaat het eigenlijk 2 kanten op mijn hersens in, kan je zeggen. De ene gaat naar mijn amygdala, en de ander virtuele cortex. Nou, die amygdala is eigenlijk een interessant beestje, kunnen we maar zeggen. Daar gaat het veel sneller naartoe, maar hij ziet allemaal niet zo goed. Dat is belangrijk, moet je even onthouden. Die amygdala is eigenlijk een soort emotiecentrale. Zo gauw die waarneemt dat er iets gevaarlijks is, dat ziet hij heel snel, dan denkt hij, oh jee, er kunnen een paar dingen gebeuren. Of we gaan knokken met die spin, of ik ren keihard weg. Maar allebei, daar heb ik mijn spieren voor nodig. Ik ga zweten. Ik sta klaar om te rennen. Nou, daar komt die visuele cortex, ook met zijn informatie. Die zegt, oh jee, we hebben een spin. En na een tijdje zegt hij, ja, we hebben die spin altijd gezien. Er gebeurt eigenlijk niks. Dus dan begint hij eigenlijk signalen te geven aan de amygdala van dat eerste reactie van, oh jee, spannend, we moeten wegrennen. Stop daar maar mee, rustig maar. Het is helemaal niet zo gevaarlijk. En als je het nou maar vaak genoeg hebt gezien, dan worden eigenlijk die signalen steeds beter en dan wordt dat de eerste angstreactie snel afgedempt. Nou, dat probeer je eigenlijk te doen met zo'n behandeling. De gewone klassieke behandeling is dus echt mensen bloot te stellen aan die dingen waar ze bang voor zijn. Nou, moet je denken, stel voor dat je vliegangst hebt. Dan moet je mensen in een vliegtuig zetten, 9 keer de lucht in of zoiets. Dat is behoorlijk organiseren, zou ik zeggen. En dat is toch wel moeilijk om dat te doen. En je wilt er ook nog een keer turbulentie bij geregeld hebben. Regelt maar. Nou, dat is dus het mooie wat je met virtual reality kan doen. Dan kan je mensen met zo'n bril op in een virtuele omgeving brengen
waar je ze dus bloot kan stellen aan iets waar ze bang voor zijn. Nou ga ik één filmpje gaan we eerst bekijken. En dat filmpje gebruiken we met mensen met hoogtevrees. Dus hier zie je al dat die mensen naar dat stukje balkon moeten lopen. En om het nog spannend te maken, hebben we ook nog een glazen vloer erbij gemaakt. En voor die mensen, die zien die diepte. En dat is natuurlijk hartstikke eng. En dan kunnen ze over die balustrade gaan kijken en nog meer omheen kijken. En dan laat je die mensen ook gewoon een tijd staan tot eigenlijk de angst weg ebt. En nou, aardig, we gaan terug. Maar ik had al gezegd, vliegangst, nou dan kan je dit ook doen. Zet je mensen in een stoel, meestal zo'n vliegtuigstoel mooi, ook een bril op en dan ga je vliegen. Hebben we ook een filmpje, gaan we ook even kijken. En je kan uit het raam kijken, je kan echt zien dat je opstijgt naar de buitenwereld. Je kan je medepassagiers bekijken en het is alsof je echt vliegt. En die amygdala, ik zei al, die is een beetje bijziend. Die kan misschien dat verschil niet zo goed zien tussen de werkelijkheid en wat niet de werkelijkheid is. Dus die geeft die angstreactie. En dan leert je lichaam, het vliegtuig stort niet echt neer. Gewoon rustig blijven en op een duur ebt die angst weg. En het is goed dat ik even zeg, hij stort niet neer. Want vaak krijg ik mensen die dus geen vliegangst hebben, die gaan in die vliegsimulator zitten. En die zitten een tijdje en denken van, dat is ook saai. En dan krijg ik altijd de vraag, kan je hem laten neerstorten? En dat heeft geen nut natuurlijk hè, voor patiënten. Dus nee, het is voor mensen die angst niet hebben, is dit eigenlijk een saai vliegtuigritje. Dan wil ik over een ander soort angst hebben. Dat is posttraumatische stressstoornis. Denk bijvoorbeeld aan soldaten, uitgezonden zijn en die hebben iets verschrikkelijks gezien. Hebben een kameraad zien sneuvelen of kinderen gewond zien worden. Of ja, misschien zelf in een gevaarlijke situatie hè, gezeten. Nou, wat deze mensen hebben, is niet dat ze bang zijn voor vliegen of zoiets. Ze zijn eigenlijk bang geworden voor hun eigen herinneringen eraan. Ze wilden er gewoon niet meer over nadenken. Maar je ziet al hoe zo'n behandeling zou moeten zijn. Zo'n behandeling is eigenlijk weer dat mensen eraan terug moeten denken. Nou, virtual reality wordt hier ook gebruikt. Bijvoorbeeld in Amerika hebben ze virtual Iraq nagebouwd. Dan ga je in een wereld, in Irak, ga je dan rondrijden. Bijvoorbeeld een Hummer. Nou, dat is een mooi verhaal. Ik sprak met zo'n Amerikaan, zo'n therapeut. En die vertelde een verhaal dat hij iemand behandeld had die ook posttraumatische stressstoornis had. En die vertelde, ja, ik heb heel vaak in zo'n Hummer rondgereden, daar heb ik missies mee gedaan. Nou, bril op gedaan en maar rijden. En die soldaat of die veteraan, die reed. En er gebeurde niks. En die therapeut die snapte er helemaal niets van. Bril af, even een praatje maken. Jij had toch vaak van die missies gedaan, die Hummer? Ja. Maar nee, je doet mij helemaal niks. Nou, een tijdje doorpraten, aap uit de mouw. Zijn missies waren altijd 's nachts. Dat is de knop op een nachtstand. In één keer moest hij weer rijden. Brrrt, alle paniek kwam er eens boven. Nou, iets heel belangrijk wat je hier ziet. Die cues die dat geheugen triggeren, zijn heel persoonlijk. En dat gebruiken wij in ons eigen onderzoek dat we samen doen met de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daar kijken wij ook naar posttraumatische stressstoornis. Maar wat we dan doen, vragen we mensen zelf de virtuele wereld te maken. Ze zitten thuis achter een computer en ze gaan iets nabouwen. Nou, wij kijken ook naar mensen met seksueel misbruik tijdens hun jeugd. Dus wat gaan ze nabouwen? Ze gaan bijvoorbeeld een slaapkamer maken waar dat misbruik heeft plaatsgevonden. Zetten ze een bed neer, een stoel, en ze kunnen gewoon klikken in de applicatie, één voor één, wat ze er allemaal neer willen zetten. Ze kunnen zichzelf er ook inzetten. Maar het mooie van zo'n aanpak is dat de patiënt zelf bepaalt hoe ver die wilt gaan. Zie je het verschil met virtual Irak? Dat doet de therapeut. Die doet die bril op, drukt op een knop en jij zit daar, in Irak. Hier zit iemand thuis, die gaat zelf die poppetjes neerzetten, het bed neerzetten. En als hij het zelf te ver vindt gaan, dan kan hij gewoon stoppen. Maar als je goed ziet, het gaat eigenlijk niet om de virtuele wereld hier meer. Het gaat erom dat die personen bezig zijn na te denken hoe die kamer eruit zag. Waar dat misbruik nou precies plaatsvond. En dat proberen we met deze behandeling, meneer. Nou wil ik een volgende stap maken. En de volgende stap gaat over sociale fobie. Nou, dat onderzoek doen we samen met de Universiteit van Amsterdam. En daar gaan we kijken of mensen ook behandeld kunnen worden met virtual reality, mensen met een sociale fobie. Nou, wat is nou een sociale angststoornis? Het zijn mensen die echt heel onprettig vinden om met andere mensen om te gaan. Dus een praatje maken,
of een presentatie geven, is uit ten boze. Doodsbang zijn die mensen. Ze zijn bang dat ze negatief beoordeeld worden door andere mensen. Nou, stel je voor, als je dat hebt, wordt het best wel moeilijk met leven. Want je moet altijd omgaan met andere mensen. Nou, die mensen willen bijvoorbeeld het hele huis niet meer uit. Want ja, als je op straat komt, als je de bus al inloopt, dan kijkt iedereen je aan. Nou, dat vind ik, voor die mensen is dat verschrikkelijk al. Nou, bij de behandeling, wat we dan willen doen, is mensen in een virtuele wereld praten. En dan, om het spannender te maken, een praatje te maken met die mensen. Dus nu krijgen we een nieuwe tak van sport erbij. Dus niet alleen maar beeldmateriaal, zullen we maar zeggen. Maar we moeten een dialoog, we moeten echt met die mensen kunnen praten. En dat wil ik nu ook even laten zien. En ik heb een proefpersoon gevonden van tevoren al, die mij ging helpen. Kom naar voren. Klein applausje. Je mag hier gaan zitten. Midden. Oké, wat is jouw naam? Marissa. Marissa. Aangenaam. Hartstikke mooi. Ja. Ga even zitten. En ik ga je alle kabels omhangen. Dit is dan voor de computer om je te verstaan. En we hebben van tevoren Marissa's stem al opgenomen, getraind de computer. Zo de computer kan jouw stem herkennen. Dan moet ik je vragen om je bril af te doen. Lukt dat? Zal ik even jouw bril hier achterleggen? Oké. Dan gaan we ook de virtuele bril opzetten. Ja. Ik zal hem even losse zetten voor je. Zo. En lukt het? Ja, het is altijd een beetje gepiel. Oké. Ja. Nou, prik. Zie je iets en blijft hij zitten, is de vraag. Ja, ik zie wel nog wat wazig. Ja, en je kan hier, je ziet de verschuifjes. Dat kan je iets aanpassen als je een bril hebt. Voel je de verschuifjes? Ja, ja, hij zit er goed nu. Oké. Nou, het scenario is als volgt. Je gaat naar een feestje. En op dat feestje ken je eigenlijk niemand. En je moet een beetje gaan babbelen. Je moet eigenlijk de tijd verdrijven. Nou vraag ik jullie in de zaal straks om stil te blijven, want we gaan met spraakherkenning. En dit is dan het scenario wat een patiënt van tevoren ziet. Dus ik ga nu niks meer zeggen. Dat is helemaal voor jou. Ja. Gewoon praten, lange antwoorden geven. En laten we kijken waar we komen. Hoi, je ziet eruit alsof je prima staat te wachten. Mag ik even bij je komen staan? Ja, dat mag. Dat is niet helemaal duidelijk voor mij. Wat bedoel je precies? Ja, je mag even bij me komen staan. Voor eventjes. Ah, dan zitten we in hetzelfde schuitje. Dank je. Ik ben trouwens Tom. Aangenaam. Zeg daar eens wat meer over. Waarover precies? Ik heb alle tijd, dus kan je er iets meer over vertellen? Ik bedoel, waarom, hoezo, wat? Ik verstond de vraag niet helemaal. Nou, het is leuk je aan te ontmoeten. Hartstikke bedankt. Nou, wat vond je ervan? Nou, ik kon hem redelijk slecht verstaan af en toe. Dat klopt wel, ja. Maar het was een hele, beetje een rare, opdringerige man. Ja, dat klopt ook. Hè. We proberen een beetje moeilijke situaties te maken waar mensen toch wat onprettig vinden. Ik ga even het geluid weer afhalen. Ja. En je krijgt ook je bril terug. Zo aardig zijn we wel. En een klein applausje. Bedankt. Dank je. Nou zie ik jullie denken, lukt dat nou echt? Kan je mensen bang maken? Nou, in Delft hebben we onderzoek gedaan of er een relatie tussen is, tussen mensen het gevoel aanwezig te zijn en of je angst kan oproepen. We hebben rondgekeken in de literatuur, hebben we naar 33 studies waar mensen dat vermelden of er een correlatie is tussen het gevoel van aanwezigheid en angst. Wat vonden we uit die studies? Dan heb je het over meer dan 1000 proefpersonen. Ja, er is een correlatie.
Dat zegt nog niet dat ik weet welke kant het op is. Ik weet niet of mensen bang worden en daardoor het echter vinden, of het echter vinden en het daardoor banger van worden. Wat we ook vonden is dat die relatie tussen die twee constructen, concepten, sterker wordt als de technologie ook beter wordt. Dus als die beeldhoek, wat je dus ziet, groter wordt, wordt de relatie sterker. Als de technologie beter in staat is, bijvoorbeeld je hoofdbewegingen te volgen, wordt die relatie ook sterker. Nou, de volgende vraag natuurlijk, werkt zo'n behandeling? En dan hebben ze ook naar die verschillende studies gekeken. En als je dat eigenlijk een beetje bij elkaar optelt, is het ongeveer het effect even groot of je nou echt blootstelt of in virtual reality. In het volgende college wil ik juist gaan kijken over, kan je nou die ervaringen die je opdoet in VR ook gebruiken om jezelf te veranderen?